Oké, welkom en een goede middag, goedemorgen. Heel erg welkom in deze sessie namens mezelf en namens SD-Works. Wij zijn heel erg blij dat wij vandaag Koen aan onze digitale tafel mogen verwelkomen. Ja, Koen kennen we van deelt zijn visie op economie en maatschappij regelmatig via inspirerende passages in de tijd. Ja, vandaag zoomen we graag met hem in op wat dat ons toch de laatste weken, maanden in de ban houdt. Hè, het coronavirus, zowel op maatschappij als op onze economie. Iets voor uit ons kot te komen, zou ik zeggen. Maar ik zie het bij Koen ook en bij mezelf. Wij zitten nog wel veilig in ons kot en misschien jullie ook. Welkom, Koen. Dank u wel. Welkom Voilà. allemaal, zou ik zeggen. Ja, het is een beetje een aparte setting, maar we gaan er toch een boeiend uurtje van maken. We hebben heel wat vragen doorgekregen, dus we zullen die zeker mee, Koen, mee verwerken in het uurtje. Maar uiteraard zijn er dingen waar dat jullie op willen inspelen. Een vraag die oppopt, dat je absoluut met ons wilt delen, kan absoluut. Jullie zien normaal rechts van jullie scherm een veld waar dat er questions staan en daar kunnen jullie vraag posten en dan nemen we die zeker mee en dan hopen we er een boeiend uurtje van te maken. Nu, voor we van start gaan, misschien toch nog even stilstaan bij waar we nu zitten, hè? Want we zijn toch een achttal weken in lockdown. We zijn gestart met sinds maandag fase 1. 1A, 1B fase. Hè? En gisteren toch gewoon niet gekregen dat we naar fase 2 kunnen overstappen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk concreet voor onze tewerkstelling? En want die vragen die blijven toch nog wel wat binnenkomen. Zoals we zien bij ons, in ons kot of telewerken blijft nog altijd de norm. Dus daar blijven we eigenlijk nog wel als maatschappij op inzetten, als bedrijven ook. Gaan we toch aan de slag op kantoor, in productie, op werven? Dan respecteren we de veilige afstand, gaan we voor veiligheidsmaatregelen, zodat het vooral een veilig en duurzaam ondernemen wordt de komende tijd. De overbruggende maatregelen voor ondernemers die toch wel dat financiële steuntje kunnen gebruiken, die blijven ook bestaan, hè, de compensatieregels. En ook naar... heb je toch minder werk, ben je toch nog getroffen door die overmachtssituatie, dan is ook net bevestigd dat de vereenvoudigde procedure rond tijdelijke werkloosheid is verlengd tot 30 juni. Dus daar kan je eigenlijk toch nog wel blijven gebruik van maken, als het nodig is. Samen met dan de boodschap dat we eigenlijk toch wel die economie of onze bedrijven zoveel mogelijk willen erop starten. Hè, Koen, dat blijft toch... De focus die we toch hebben meegekregen de laatste de focus, periode. Absoluut, ja. Dus ja, als je absoluut. Kijkt, als je kijkt naar heel de corona-episode, zou je kunnen zeggen van... een aantal mensen zeggen van, het is een soort vijand die we moeten bestrijden, die we moeten uitroeien. Het is iemand die binnenvalt, een extraterrestrial bijna, die de aarde binnenvalt. En we zijn in oorlog. We moeten de oorlog winnen. Dat is één manier om ernaar te kijken. Ik denk dat die manier niet super vruchtbaar is. Heel veel mensen gebruiken die metafoor, maar die werkt niet. Een aantal andere mensen nemen hun wensen voor waar en zeggen van, het is een straf van de natuur. Maar wij zijn een virus geweest voor de natuur. We hebben op de natuur geparasiteerd, we hebben de natuur gekoloniseerd. En nu slaat de natuur terug in stijl en probeert ons ook te straffen met een virus. Maar dat zijn twee natuurlijk metaforen die volledig onzinnig zijn. Dat virus is gewoon een evolutionair algoritme. Dat dient zijn eigen doelstellingen en alleen zijn eigen doelstellingen. Het is geen straf van de natuur op geen enkele manier. Het is ook geen oorlog, want dat virus zit in onszelf. Wij zijn gewoon de snelweg voor het virus. Als wij met elkaar contact maken, slaagt het virus erin zich te verspreiden en vermenigvuldigen. Wij zijn in feite een soort reisgezel van het virus. Het virus zit in ons en is met ons. Dus als we hiermee moeten omgaan, als maatschappij en als bedrijven, de enige manier om dat te doen, is ook zelf te gaan veranderen. Is zelf te gaan veranderen. De manier waarop we dingen aanpakken, die kunnen we zo niet blijven doen. Je kunt dan wel zeggen van, er komt een vaccin. En het vaccin zal alles oplossen. Maar wanneer komt dat vaccin, dat zijn we niet zeker. We weten ook niet hoe dat zal werken. We weten zelf niet eens hoe goed er immuniteit is. Want veel mensen zeggen van, als iedereen immuun is, is het opgelost. Maar goed, er zijn veel coronavirussen die het ronde doen. Bijvoorbeeld de gewone verkoudheid.
En tegen de gewone verkoudheid duurt immuniteit helemaal niet zo lang. Hè? Dus het is dan maar de vraag of dat er sowieso immuniteit is en hoe lang die duurt. Dus de één oplossing lijkt te zijn dat we een aantal dingen anders gaan doen. Dus het idee van we gaan nu opnieuw de economie openen, we gaan de lockdown terugdraaien, Annelies. En dan krijgen we business as usual. Forget it. Ja, wel, laten we dat even vasthouden. Maar als we nu inderdaad, Koen, als we nu nog eens even terugblikken, hè, van een vraag die toch wel veel naar boven komt. Ja, we zijn ondernemers. We willen ondernemen. We autonomie stimuleren. Vlaanderen is ook een KMO-landschap met fantastische ondernemers. De laatste weken zijn we vooral in een wachtende positie gezeten. We hebben vooral gekeken naar gezondheid, veiligheid, economie, de overheid die eigenlijk ons kwam, of ondernemers kwam vertellen wat dat we moeten doen. Als we nu toch even terugblikken, hadden we het anders moeten doen? Konden we de dingen anders aanpakken? Ja, ik denk het wel, maar dat is natuurlijk moeilijk. De overheid heeft naar best vermogen iets gedaan. Men wist niet goed hoe het virus werkt. Het is ook een bizar beest, eerlijk gezegd. Met die asymptomatische besmetting die heel lang kan duren. Het feit dat vooral ouderen worden aangevallen en jongeren totaal niet, maar jongeren toch besmettelijk zijn. Dus het is moeilijk om daarmee om te gaan. We weten er steeds meer over, maar nog altijd weinig. Maar wat je wel kan zeggen is het volgende. De overheid heeft het gedaan vanuit een beschermingsreflex. En dat is ook logisch. Tijdelijke werkloosheid voor iedereen. Beslissingen in een eng comité, de Nationale Veiligheidsraad, die zijn rapporten helaas niet publiek maakt. Ja. En wat kan je daarvan zeggen? Het probleem daarbij is niet dat experten veel aan het woord komen, want je moet geluisteren naar experten. Anders zit je in de Verenigd Koninkrijk scenario of de Verenigde Staten scenario. Maar het sluit niet uit dat je luistert naar de maatschappij. Dat je je voelsprieten uitsteekt in de maatschappij en dat je de idee, de energie, de creativiteit die daar is, dat je die aanspreekt. We hebben nu te veel gezegd van zit allemaal stil en wij gaan het niet even oplossen. Maar dat heeft geleid tot heel veel passiviteit, tot ideeën dat van, en hoort dat ook in de leuze, blijf in je kot. Mensen hebben daar naar geluisterd en zeggen, oké, blijf in je kot en doe vooral niks. Maar dat is eigenlijk niet per se waar. Je kunt in je kot blijven en toch heel veel doen. En nu zie je dat komen. Nu zie je overal lokale initiatieven, mensen die voor elkaar gaan winkelen, manieren om zelf, ik heb nu de laatste maand 3 keer frieten thuis laten bezorgen om een lokaal frietkot te steunen. Dat staat u voor, hè. Maar je ziet mensen mondmaskers naaien, mensen die op grote schaal verdelen onder familie, maar ook zelf in bepaalde steden. Dus je ziet dat er heel veel creativiteit, energie in de maatschappij zit en we hebben die te weinig aangesproken. We hebben die te weinig aangesproken, op die moment, omdat we inderdaad, het is iets, ook dat, iets heel bijzonders, hè? Want een crisis, is het een crisis zoals we hebben al meegemaakt? Het is iets heel uitzonderlijk. Hè? Het is iets super uitzonderlijk. Het is iets super uitzonderlijk. Dus je kunt eigenlijk weinig vermijden maken, maar misschien gaat het opnieuw gebeuren. Hè? Dat was een van de vragen die kwam, komt er opnieuw een lockdown? Ja. Waarschijnlijk wel, maar waarschijnlijk gaan we dan wel ons les geleerd hebben en het veel, veel beter doen en slimmer doen. Laat ik een voorbeeld nemen, de bouwsector. Hè? De bouwsector heeft heel snel de boel helemaal stilgelegd. Vanuit het idee van, wij kunnen niet veilig werken. Maar ze zijn niet verplicht door de overheid. Hè? Mensen denken dat de bouwsector verplicht werd stil te leggen. Dat is helemaal niet waar. Zij mochten verder werken op voorwaarde dat ze konden de 1,5 meter garanderen. En dat ze konden ervoor zorgen dat iedereen zijn handen kon wassen op de werf. Maar ze hebben toch ervoor gekozen alles stil te leggen. Vanuit de reflex van veiligheid eerst. Maar natuurlijk, er is ook zo op die manier gecommuniceerd. Hè? Of het is ook wel dat is zo gecommuniceerd, dus je kunt dat de bouwbedrijven niet verwijten. Maar de fact is dan wel, de bouwsector is een sector die in een hele diepe productieketting zit. En heel veel leveranciers die over heel de wereld dingen aankopen en ook heel veel maken in België zelf. En die kopen dan weer zelf van anderen. En heel die ketting is helemaal stilgelegd. En veel van die bedrijven in die ketting konden perfect werken met social distancing. Dus dat had helemaal niet hoeven gebeuren. En bij de bouwsector was het probleem onder meer de camionetjes, dat we mensen niet op de werf kregen. Want ondertussen hebben we een taxisector die volledig stil ligt. Mm-hmm. Dus eigenlijk, als je daarover nadenkt en creatief over bent, zou je dat veel beter kunnen doen. Met name ook bijvoorbeeld de bouwsector als het gaat over wegenwerken. Want de E40 was leeg. Had perfect kunnen volop investeren in wegenwerken. En dat is trouwens met heel veel machines ver van elkaar. Dat nu massaal doen, had niet eens een kost hebben in termen van files. En die kans had, dus heel veel kansen hebben we eigenlijk ook een beetje gemist. Vanuit de paniekreactie van laten we maar veilig spelen. Terwijl dat heel veel dingen net ook mogelijkheden boden om dat dingen beter en sneller te doen. Dus ik denk dat we die les nu wel leren. En dat we de volgende keer als zoiets gebeurt, dat we het slimmer en geleidelijker gaan doen. Je ziet ook dat in de mensen die modelleren, de modellen zijn vooral
epidemiologische modellen geweest. Van Ja, exact. hoeveel social mixing, hoeveel distancing, wat gaat er werken. Maar nu zie je ook mensen, en ik ben zelf daarbij betrokken ook, zie je mensen modellen maken die kijken naar epidemiologie, maar ook economie. Dus als ze die sector sluiten, wat is het effect op minder besmetting? Maar wat is het effect ook in verlies aan economische waarde? En in heel de ketting. Ja, En want het is, het is allemaal daar bij moet een elkaar balans verbonden, vinden. hè? Ja, Ja. exact. Als we dan toch eens even bij, hè, want ja, paniekreactie, we hebben gereageerd, hè, hoe dat tot ons op dat moment het beste leek. Als we dan toch even naar de cijfertjes inzoomen, hè, we hebben, ja, wat staat er, welke put De of ja, cijfers zijn, ja. ik zal het maar zeggen zoals het is, dramatisch. Ik had een presentatie daarvan gemaakt, maar ik ga die niet tonen, want ik wil mensen niet al te Ga ze depressief zetten. maken. Maar het ziet er echt niet goed uit. En dat is ook logisch. We hebben een heel stuk Kan van de je daar economie even op volledig. ja, wat meer wat toelichten? Ja, inderdaad. Ja, omzetverlies, het hangt af van sector tot sector, maar sommige sectoren zijn gewoon volledig stilgelegd. Anderen, zelfs die blijven draaien, hebben een groot stuk omzet verloren. Zijn er een paar winnaars ook. Hè. Dus je ziet in voeding dat er winnaars zijn, in farmacie dat er winnaars zijn, in medische toelevering dat er winnaars zijn. Maar de meeste bedrijven spreken over omzetverliezen zelf, die zijn blijven draaien van 30 à 50%. En degenen die volledig een lockdown hadden, zoals horeca, en die niet kunnen aan thuis leveren, die zijn teruggevallen naar nul. Hè. Dus dat is Ja. zeer dramatisch. Maar ook heel veel van de toeleveranciers. Dus stel nu dat een toeleverancier zit voor de bouw, zeg maar, die is helemaal gestopt. Of voor de horeca. Ja, het stopt, hè. Brouwerij hebben stilgelegd omdat de cafés dicht zijn. Als je koekjes levert aan horeca of tafelkleden of allerlei soorten toebehoren voor keukens, ja, dat is gedaan. Niemand investeert nu in zijn keuken. Dus al dat soort dingen zijn bijna volledig stilgevallen. En het is nog een beetje trickle van die maand. Dus het is heel, heel, heel erg eigenlijk. De vraag is vooral van als we nu de boel weer openen. Kijk, ik ben ook de cijfers over tonnage op de wegen. Dat is gewoon echt in elkaar geklapt. En spreekt er niet met 10 en spreekt ook zelfs niet met 50, meer dan dat. Als je kijkt naar passagiersvervoer op de NMBS aan de lijn, daar heb ik ook cijfers van. Dat is ook niet met 10%, maar ook niet met 50%, maar meer. Volledig goed stopt. Dus op al die plaatsen zie je dat de klap fundamenteel is. De vraag is vooral van, wat gaat er nu gebeuren? Ja, Nu gaan we exact, hè, opnieuw want openen. Hè? ja, Sorry, inderdaad. nu gaan we opnieuw openen. En dan de vraag is van, wat gaat er gebeuren? Gaan we heel snel dat allemaal herstellen of gaan er problemen zijn? En daar is hetgeen dat we moeten daar in ons hoofd houden, is vooral een ketenbenadering. We gaan opnieuw opstarten. Het probleem zal zijn, ik kan mijn restaurant opstarten als er leveringen zijn. Ik kan mijn café opstarten als er leveringen zijn. Maar er kan maar bier geleverd worden als de bierbrouwerij is opgestart. Dus je krijgt een hele reeks van afhankelijkheid, waarbij degenen die op het einde van de ketting zitten, niet vlot gaan kunnen opstarten. Omdat het begin van de ketting nog niet vlot verloopt. Bovendien heb je ook stukken van buitenlandse kettingen. Maar die buitenlandse kettingen liggen ook plat, want een heel stuk van de schepen vaart niet meer, een hele hoop vliegtuigen vaart niet meer, of zijn veel duurder omdat er zo weinig zijn. Dus en er zijn nog buitenlandse lockdowns. Wij kunnen nu wel openen, maar stukken van buitenland die leveren ons, zitten misschien nog wel in lockdown. Dus het probleem is dat die dingen op elkaar inspelen en dat zal betekenen dat de heropstart niet vlot zal verlopen. Omdat je allemaal rigiditeiten hebt. Dus de grote uitdaging is die kettingen weer aan de praat krijgen. Dus veel mensen En spreken over, zeg maar aan. belangrijk ook van samenwerking dan met andere landen en het feit dat we een sterke regering hebben die daar eigenlijk mee het voortouw kan nemen, vermoed ik, Koen. Ja. Samenwerking met andere landen zal zeer belangrijk zijn, dus laat ons de grenzen niet al te veel sluiten, maar ook samenwerking met elkaar. Dus een Ja. van de dingen die we nu zien en die heel belangrijk zijn, is dat bedrijven beginnen liquiditeit te hamsteren. Dat is heel verstaanbaar. Bedrijven hamsteren liquiditeit, want iedereen wil zichzelf in leven houden. Maar als je dan kijkt naar een productieketting, iedereen heeft klantenkrediet en leverancierskrediet. Maar als iedereen nu aan zijn klanten cash in advance vraagt en zijn leveranciers zo laat mogelijk betaalt en dus zijn liquiditeit bij zich houdt, dan krijg je overal in heel die ketting werkkapitaalgaten. Echt, mensen gaan werkkapitaal tekort komen. Veel meer dan dat eigenlijk nodig is, want er is wel veel meer kapitaal dan dat we denken, maar het zit bij een aantal spelers die het hamsteren. En als we dat allemaal massaal gaan doen, dan gaan we heel de ketting vernietigen. En uiteindelijk is dat ook slecht voor de bedrijven die liquiditeit hamsteren. Want wat er uiteindelijk gebeurt, is als ik nu al mijn liquiditeit hamster, waardoor klanten en leveranciers minder liquiditeit hebben, uiteindelijk komt dat terug bij mij. Want uiteindelijk betekent dat op onrechtstreeks een aantal klanten failliet gaan. En Een dat gaat herinvestering eigenlijk gaan doen. gaat heel je netwerk ongezond maken. Dus dat is de uitdaging. Probeer dan niet al te veel te doen en daar in sectoren over na te denken. Wat kan daar een rol spelen?
een rol zou daar kunnen spelen, factoring. Stel nu dat je kunt je klant toch krediet geven, maar toch meteen liquiditeit krijgen via een factor. Ik ben zelf ook betrokken in beleidsrespons op corona via Gigarant en via PNV. Ik ben voorzitter van Gigarant, die Vlaamse waarborg doet van 3 miljard. En we zien al de dossiers binnenkomen. En we zijn ook aan het kijken of dat we niet kunnen factormaatschappijen garanderen. Zodanig dus dat bedrijven zouden kunnen gaan naar een factor en zeggen van kijk, ik ga mijn klant altijd blijven krediet geven, maar ik wil toch mijn liquiditeit. Dat is natuurlijk voor een deel riskant, omdat wij dat risico van de factormaatschappij een deel mee verzekeren. En daar komt waarschijnlijk een initiatief om dat mogelijk te maken. Maar ik wil toch oproepen aan bedrijven, ook de federale waarborg, waarbij bedrijven tot op een jaar, dat is waarschijnlijk al wat te kort, maar bon, hè, tot op een jaar liquiditeit kunnen krijgen. Dus ik moet die bedrijven aan dat zoveel mogelijk te doen en zo weinig mogelijk te gaan runnen op elkaar. Als je runt, dat is een soort bankrun. Als je gaat runnen op elkaar, dan stort heel het netwerk in elkaar en uiteindelijk maakt je jezelf kapot. En dat is de dreiging nu, dat bedrijven dat gaan doen. Dus dat zou ik voor proberen waarschuwen van mensen proberen dat niet te doen. Een volgende probleem naast liquiditeit zal zijn solvabiliteit. Omdat het herstel niet supersnel zal gebeuren, zullen een aantal bedrijven ook problemen met de winstgevendheid. En als je spreekt gewoon over niet supersnel, ik weet dat je natuurlijk geen glazen bol hebt, maar spreken we, hè, er doen verschillende... geweldig. maar ja, er doen verschillende scenario's de ronde, hè, over dat supersnel. Je hebt modellen die zeggen van ja, een half jaar, een jaar en een half, 3 jaar. Nee, ik denk dat het niet supersnel zal gaan. En dus we gaan wel een opleiding krijgen nu. Het gaat weer omhoog gaan. Maar er zit veel ruis op het kanaal. Hè, en er zit veel zand in de machine. Want het probleem is, oké, we moeten blijven social distancing doen. Dat zal onvermijdelijk zijn. Anders krijgen we weer een besmettingsgraad. Want het zal wereldwijd zo zijn. Op een bepaalde manier. Dus dat betekent, zelf al kan ik mijn restaurant of mijn café of mijn winkel weer open doen, ja, het gaat misschien maar met 2/3 of met de helft van de klanten zijn. Omdat ik mijn tafels zouden met elkaar zetten. Dus dat betekent minder opbrengst, maar je hebt dezelfde vaste kosten. Dus dat wordt minder rendabel. Dus dat betekent toch dat er een aantal gaan sowieso onderuit gaan. Dat is probleem 1. Dus dat is bijna niet te vermijden. Een tweede probleem zal zijn, ja, misschien komt er een hernieuwde lockdown. Dus als we die social distancing niet genoeg doen, of aan tegenslag met import van het buitenland, dan krijg je een nieuwe opleving van het virus. Als dan de intensieve onder druk komt en echt overloopt, dan gaan ze onvermijdelijk opnieuw lockdown dingen doen. We hopen daar niet op. Ik hoop dat dat echt niet gebeurt. Maar als dat gebeurt, dus het probleem is dat je dan opstaat en weer moet stoppen. En dat stoppen gaan we dan moeten slimmer doen. En we gaan dat slimmer doen dan we nu gedaan hebben. Maar toch... We gaan daar wel lessen uittrekken, zodat de economie eigenlijk op een veilige manier ook tijdens een lockdownperiode kan blijven, zoveel mogelijk kan blijven draaien. Hè. Dat wordt eigenlijk meer de uitdaging. Dat is mijn idee van wij zijn corona, wij moeten zelf veranderen. Hè. Dus dat is misschien oorlog. En het is niet van natuur, het is wij zelf. Dus als wij niet zelf de dingen... veranderen de aanpak die we doen, gaan we blijven stop and go hebben. Dat gaat niet marcheren. Dus wat is dat dan, blijven veranderen? Dat is, oké, bijvoorbeeld, we hebben nu ontdekt dat thuiswerk werkt. En dat thuiswerk, dus ik krijg er een kop in van en vierkante oogjes. ja, dus dat is natuurlijk niet voor elke onderneming mogelijk. Maar... Nee, het is niet voor iedereen mogelijk en ook niet voor iedereen die het kan doen. En niet altijd. Maar, langs de andere kant, ik heb enorm veel tijd uitgespaard met vergaderingen die anders een halve dag kost naar Brussel en nu op een half uur is het gedaan. Hè. Dus je ziet dat daar een mogelijkheid is. Dus wat zou ik zeggen van, herorganiseren. En dat wil ook zeggen... dus meer thuiswerk, dat moet ook zeggen, heeft mensen misschien niet altijd een salariswaarde, maar een betere computer thuis en een betere stoel. En een beter internet. En als de overheid moet investeren, wat ze dan moeten doen in deze crisis, want de bedrijven investeren meer, investeer dan prioritair in beter en sneller internet voor iedereen. Dat thuiswerk ook mogelijk maakt. Steek daar uw geld in. Dus dat is één ding van, probeer dat te integreren in je beleid. Dat betekent ook, dat je moet anders omgaan met je personeel. Als je personeel minder op de vloer zit, moet je toch ook teambuilding doen. En af en toe mensen een keer samenbrengen. Ja, want een goede mix voilà, is inderdaad belangrijk. Is ook een van de vele vragen die we wel binnenkrijgen. Van oké, telewerken allemaal goed en wel. Ja, voor bepaalde taken. Maar wij zien dat zelf ook. Een goede mix tussen op kantoor samenkomen, samen nadenken, die bedrijfscultuur in stand houden. En thuiswerken is nog altijd het lange termijn verhaal. Hè? We duurzamen. Dus het blijft... Het heel mooi. Bedrijfscultuur is moeilijker in stand te houden
Nu iedereen komt uit offline, we zitten allemaal online. Hoe gaat dat in stand houden met nieuwe mensen en zo? Dus je gaat moeten dingen verzinnen. Hoe kunnen we dat online in stand houden? En ook wij dat wij soms doen met mijn vakgroep, is wij zitten soms samen te lunchen op Zoom. En we zitten gewoon te petteren zoals de anderen petteren en small talk, maar gewoon op Zoom. Dus dat je nog het gevoel krijgt van, hoort elkaar al een keer en hoe is het nu enzovoort. Hè? Dat je ook gaat krijgen, denk ik, is we moeten nadenken over hoe dat we dagindelingen doen. Dus ik bijvoorbeeld, ik zit soms te werken tot 2 uur 's nachts, maar dan ga ik wel 's middags koken voor mijn zoontje en mijn vrouw. En ik vind dat eigenlijk wel leuker. Want, is mijn, want dan ben ik, als mijn, ja, om 2 uur 's nachts slaapt mijn kinders toch. Dus dat kan ook nog een beetje werken. En overdag ben ik er meer voor hen. Waarom? Dus we moeten nadenken over werkpakketten en mensen verantwoordelijk maken voor werkpakketten die losstaan van wanneer dat je die doet. Beoordelen Dat is gewoon, eigenlijk al gebeurt een het. trend die een stuk wel werd ingeslaan vanuit oké, leiderschap, economie, autonomie bevorderen, waar het natuurlijk wel mogelijk is. En want thuiswerken en ook op de vloer, ja, op een veilige afstand, is eigenlijk nu wel in een stukje een versneld tempo ingezet. Ja, absoluut. Daar gaan we Absoluut. mensen Dus je wel in moet. moeten de juiste skills aan bijbrengen en opleiding Ja, en ja, ja, ja. ondersteuning is daarin Dus natuurlijk een heel een ander belangrijke. die ik zou zeker zeggen aan bedrijven is: oké, voor die mensen die denken dat ze gaan uitkomen dat er perspectief is voor hun zaak, nu zitten al die mensen thuis in tijdelijke werkloosheid. Dat is ook een kans. Net zoals voor de bouwsector, dat een gemiste kans was Allee, hopelijk nu niet voor iedereen en openbare zijn er werken. toch een aantal Ja, herstart, hè? Ja. maar veel van die mensen gaan moeten, gaan moeten veranderen. Dus leid mensen op. Ik zou ook zeggen, je hebt heel veel sectorfondsen voor opleiding. Er is daar heel veel geld voor beschikbaar. Oriënteer dan nu naar de mensen die allemaal thuis zitten en investeer nu in opleiding, zodat dat, als we weer beginnen, onze productiviteit stijgt en dat dat misschien ook voor een stuk een kans is. Dus ik zou daar nu echt zo massaal mogelijk op inzetten om inderdaad opleidingen nu te doen bij mensen die anders toch maar thuis zitten. En dat houdt mensen ook bij het bedrijf, dat laat mensen het bedrijf waarderen. Je krijgt achteraf betere en gemotiveerde mensen terug. En je kunt je hele benadering veranderen. Dus bedrijven gaan zich moeten in vraag stellen hoe dat ze dingen doen. Denk ook, als je dan kijkt, een aantal dingen gaan fundamenteel veranderen. Dat is zeker. Dus online werken is fundamenteel doorgebroken. De technologie bestond al, maar door de crisis gaat hij nu doorbreken. Dat is wat we dikwijls zien bij crisissen. Technologieën die al bestaan, bereiken dan een kantelpunt. Hetzelfde is waar voor online shopping. Zelfs mijn moeder, die eind 70 is, die doet nu online shopping en Zoom. Dus iedereen heeft dat nu voor het eerst gedaan. Ik heb ook nu voor het eerst, ik zal Ja. toch van al die afvalmaaltijden, we gaan dat niet doen, we gaan het restaurant sturen, maar ik heb nu ook afvalmaaltijden gedaan en dat is wel verdomd gemakkelijk eigenlijk. Dus ik denk dat ik dat nog ga doen. Dus dat betekent dat iedereen zich moet aanpassen naar een online wereld. Je ziet ook bijvoorbeeld dat de Nederlandse Post heeft geïnvesteerd in België, omdat ze verwachten Ja. dat de pakjes nog drastisch. Dat gaat gebeuren. Ja, want dat is Online wel is één, inderdaad, finaal van de doorgebroken. bezorgdheden. Je hebt in deze crisis, ja, ten opzichte van de financiële crisis, hier zitten we in een soort van 3 partijen of 4 partijen. Je hebt eigenlijk ja, de overheid, de ondernemers, werknemer, maar ook ja, het individu, jij en ik als consument. En daar komt inderdaad ook wel een vraag van binnen, van ja, winkels kunnen nu wel open gaan. Maar ja, als dat consumentenvertrouwen of jij als individu zich niet veilig voelt om zich ergens naartoe te bewegen, en ja, om het eenvoudig uit te drukken, geld uit te geven, ja, Zeer goede dat vraag. is die ketting ook, hè? Ja. Ja, dus consumentenvertrouwen heeft 2 aspecten. Eén aspect is het aspect van, ga ik inkomen hebben, ben ik zelf veilig als persoon wat betreft inkomen. En als je denkt, ga ontslagen worden, dan ga je minder consumeren. En ja, dus dat is eigenlijk daarom weer is die zeer visuele sector. belangrijk, Ja. ja, daarom is het zeer belangrijk dat de overheid die tijdelijke werkloosheid voorziet en werkloosheidssteun voorziet in België. Want dat ondersteunt het inkomen en neemt die onzekerheid een stukje weg. Maar een tweede probleem is het wel veilig? Gaat niet besmet worden. En dat is nieuw. Dat hebben we nog nooit gehad. En Ja, dat geeft exact. ook het vertrouwen aan. En de manier om daarmee om te gaan, is het serieus te nemen. Dus als bedrijf niet zegt, dan ben je het gedaan, we kunnen weer business as usual, dan mensen gaan het niet geloven. Als uw winkel binnenkomt, of uw zaak, en ze zien dat nobody cares, dan zijn ze meteen weg. De meeste toch. Dus de zaak is, neem het serieus. Toon, zoals je nu ziet in sommige winkels, toon aan dat je, oké, beperkte manier van circuleren, dat mensen niet te veel mengelen, de karretjes ontsmetten. In een kledijwinkel, ontwikkel methoden dat je toont aan de consument, ik neem uw risico serieus. En zo ga je vertrouwen herstellen. Transparant zijn. Transparant zijn. Zeggen van, ja, het is een in hoe probleem je... en zo gaan we ermee om. In winkelstraten richtingen afspreken.
afspreken misschien van deze winkel is die dag open en die winkel de andere dag. Of op andere uren. Dus gecoördineerd. Dus nadenken over dat je die hele winkelstraat anders gaat gebruiken. Op een manier die toch nog rendabel kan zijn. Want als mensen denken dat ze gaan besmet worden, gaan ze niet komen. Dus je kunt zeggen van, ah, ik heb het toch nooit geloofd, dus wat voorbij is, en wel, dat gaat tegen u werken. Gaat misschien zo 5% of 10% krijgen van de mensen, maar de meeste mensen gaan niet komen. Hè. Dus je moet het omgekeerd serieus nemen en zo ga je vertrouwen herstellen. Zo transparant mogelijk zeggen van, op die manier doe ik het, op die manier los ik het op. En dat is iets wat je als ondernemer zeker kunt doen. Hè. En dat vereist veel creativiteit, dat vereist herdenken van je businessmodel. Dat vereist er denken van wanneer ben ik open, wanneer ben ik niet open. Dat vereist er denken van hoeveel mensen kan ik inzetten en hoe zet ik ze in. Want menselijk kapitaal is een hoge loonkost, hè? Dat weten we. Dus in die zin gaan heel nauwgericht en ook planbaar met je personeel omgaan. Want niemand heeft een glazen bol van als ik morgen open doe, ja, heb ik nu veel, gaat er veel volk langskomen, gaat er niet, hoeveel bestellingen krijg ik binnen, omdat je net afhankelijk bent van heel die ketting. Ja. Is daarin wel een belangrijke om verder te kunnen flexibiliseren. Hè? Ik denk dat ook wel een punt is waarop dat er verder, zowel in bedrijven, maar ook vanuit de overheid, wel maatregelen verder kunnen ingezet worden. Dat er meer autonomie en meer flexibiliteit mogelijk is om met personeel om te gaan. Dat is tenminste vanuit mijn ervaring. De Belgische regels lopen op dat vlak zwaar achter, wat betreft online. En nu komt echt het moment op nieuwe kant op. Als we nu ons niet aanpassen in ons regelgevend kader, dan gaan we echt zware klappen krijgen. Nu wordt kunnen online en flexibel zijn een zaak van overleven. Dat wil niet zeggen dat we mensen moeten marginaliseren. Want je ziet in Nederland, het ZZP-statuut is nu een enorm probleem. Want ze weten niet eens waar dat ze zitten, ze weten niet eens wat ze zorgen hebben. Het is echt chaos nu. Dus dat is niet precies alles heilig maken, maar toch moeten we een model vinden dat flexibeler is. Dat niet zo rigide is als hetgeen dat we nu hebben. Want anders gaan we nooit bij gaan moeten veranderen. De manier waarop we dingen doen gaan moeten veranderen. En dat kunnen we maar doen als het kader, het wetgeving dat toelaat en dat zelf stimuleert. Dus daar moet nu echt dringend werk van gemaakt worden op Vlaams en federaal niveau om die kaders gemakkelijker te maken. Nu, de overheid heeft zijn best gedaan met die tijdelijke werkloosheid. Ze hebben heel snel gereageerd, misschien te snel, hè? Ja. Te flexibel, maar dat is gemakkelijk achteraf, maar het zal veel bedrijven toch ook zeker en vast geholpen hebben. En met de hinderkringen om te kunnen overbruggen. Hè, ja, om te kunnen overbruggen. Maar een andere die ook natuurlijk gebeurt is, op Vlaams niveau is het net in Europa gepasseerd. Gisteren komt er een mogelijkheid om als bedrijf achtergestelde leningen te krijgen. Tot 800.000 per bedrijf, echt gericht op KMO's. En dat is solvabiliteitssteun. Dus denk ervan. Kan je daar nog even over uitbreiden? Ja, inderdaad. Ja, dat is echt zeer interessant. Ja. Veel bedrijven weten dat niet. Als je denkt van, ik heb een businessplan dat werkt, ik heb gewoon, moet dat niet overbruggen. Dat kan langer dan een jaar duren, dat kan een jaar of twee, drie duren. Dan is er een kanaal bij PMV. Dat gaat over, ik kan daar een achtergestelde lening krijgen. Voor sommigen is het meer dan 800.000, maar voor de meeste 800.000 die me eigenlijk mijn kapitaal verstart. En die mij toelaat dat te overbruggen. En dat is een mechanisme dat voor veel bedrijven een redding kan zijn. Daarnaast heb je de federale waarborg, maar je hebt ook de waarborg van Gigarant, dat ik dan inzet. En wat is Gigarant? Als je een lening hebt op lange termijn, en een speciale COVID-waarborg, als je kunt aantonen dat je gezond was voor COVID, maar voor COVID in de problemen komt, en je hebt een plan waar je dat toont, ik kan er op die manier uit geraken, dan kun je een lening krijgen bij de bank die wij dan garanderen. Dus wij helpen de bank over de brug komen om u in dat geval te steunen, te ondersteunen. En dat waarborgbudget is 3 miljard euro. Dus we kunnen redelijk wat tickets nemen en vanaf 1,5 miljoen komt er bij ons. Dus dat is... Want alleen meer dan 1,5 miljoen komt er bij ons terecht. En we zien nu de dossiers binnenkomen. Dus die mechanismen bestaan. Dus twijfel niet om dat ook aan te vragen als bedrijf. Niet als je denkt van het is gedaan. Als je zelf ziet van ja, ik kan daar in nood redden. Dat moet rationeel zijn. Moeten de boel sluiten. Dus je moet eigenlijk, dat is inderdaad ook wel een rationele de keuze. Je leest het inderdaad over gezonde ondernemingen. Welke ondernemingen moeten we vooral gaan ondersteunen? Moeten we door dit verhaal brengen? Dat is een beetje wat u ook aangeeft. Van, ja, valt iedereen te redden of niet? Hè? Dat is... Iedereen redden zal niet kunnen. Ik denk dat er al wat zombies waren.
Ja, ik zou dat willen zeggen. Oh, we gaan iedereen redden, maar dan zou ik zitten liegen. En ik doe niet graag. Dus we gaan iedereen kunnen redden. En misschien moeten we ook iedereen redden. Er liepen wel wat zombiebedrijven rond, want de schuld was al zeer goedkoop, de leningen waren zeer goedkoop. Dus een aantal bedrijven zaten het eigenlijk al te stretchen. Er zijn een aantal buy-outs gebeurd tegen waanzinnige schuldgrafboom. Dus misschien waren we een beetje zot aan het doen. Maar we willen zoveel mogelijk redden. En we vooral het gezonde gedeelte redden. Dus ik zou zeker bedrijven aanmoedigen, als ze zelf geloven in een businessplan, ze denken zelf, ik kan weer gezond worden en dat kan weer in orde komen, dat je dan ook die stap zet en die steun vraagt, want daarvoor is hij er, die steun. En liquiditeitssteun, oké, is dan federaal, maar solvabiliteitssteun, die achterstelde lening van 250 miljoen, die waarborg van Gigerant voor langetermijn lening, dat is lange termijn. Hè? Dus die instrumenten zijn er, stap naar je bank en vraag ze aan. Gaat dat ook, krijg je nog de vraag binnen voor start-ups? En ja, we zijn heel wat ondernemers, fantastisch, hè? We stimuleren het, die net hun zaak gestart zijn, die vol goede ideeën, Ja, er nu ook in zitten. start-ups hebben het nu geweldig moeilijk. Een probleem is bij start-ups, ze zijn altijd riskant. Hè? Dus de klant zal nu niet altijd al betalen. Start-ups doen sowieso meestal de cash burn, dus die verbranden geld aan een redelijk rap tempo om dan een markt op te bouwen, klant op te bouwen en dan later eruit te raken. Maar natuurlijk, nu een markt opbouwen, nu klanten opbouwen, ja, iedereen is bang. Iedereen denkt van ja, interessant, lukt die. Binnen 2 jaar. Binnen 2 jaar zit het al dood. Dus voor start-ups is dat een zeer groot probleem. Die start-ups die gaan moeten op zoek gaan naar kapitaal. En dat kapitaal kunt je proberen vinden bij een aantal fondsen. Kunt je soms ook een beetje vinden bij de overheid, bij het PMV. Hè. En een aantal start-ups zullen ook moeten nadenken van moeten we ons businessplan hertekenen? Want als start-up heb je altijd natuurlijk een idee van dat en dat heb ik nodig. En ik denk dat heel veel mensen nu aan de tafel moeten gaan zitten en hun plannen hertekenen. Want Zien of dat het het zal duidelijk zijn dat de cash later gaat komen dan ze verwacht hadden, voor de meesten. Dus als je een start-up zet in thuiswerken of zo, of informatica voor thuiswerken makkelijker te maken, ja, dan doet het fantastisch. Hè? Dus niet iedereen is slachtoffer. Maar een aantal start-ups zullen wel slachtoffer zijn. En die mensen moeten kijken van, oké, kan ik de boel even bevriezen? Kan ik even blijven bestaan? Maar met minimale bezetting. Om dan later, als de boel weer aantrekt. Dus als je natuurlijk gewoon blijft draaien zoals het is, dus kan ik een aantal mensen op tijdelijke werkloosheid zetten. Zelf competente mensen. Omdat we Dus nu. eigenlijk inderdaad even korte termijn op uw kosten drukken, bekijken. Je moet even op de kosten drukken, gaat niet anders kunnen. Gaat niet anders kunnen. Omdat anders. Het probleem is voor start-ups cash burn. Als je cash burn blijft gaan, maar niemand steekt er kapitaal in, omdat iedereen nu bang is. Dan zijn ze volgend jaar dood. Dus je moet dat kunnen een jaar stretchen. Dat moet je echt kunnen doen. Dat is de uitdaging voor start-ups. Dat is de moeilijke. En ook misschien als start-up nadenken over: oké, heel veel start-ups gaan over: oké, ik ga nu markt uitbouwen en ik ga proberen een fee business te maken of een businessman abonnement. Misschien moet je nu ook wat consultancy doen en een aantal projecten kiezen die anders niet dat doen, die direct inkomsten opleveren. Maar het is inderdaad, je gaat enerzijds op de kosten drukken en anderzijds ook wel gaan kijken, ja, welke zaken kunnen Ja, wel inkomsten genereren, hè? je verdienmodel tijdelijk een beetje veranderen, dat je cash binnenkrijgt. Want het kan rationeel zijn, het kan zeer rationeel zijn als start-up te zeggen van ik wil nu geen cash binnenkrijgen, ik wil mijn product maken, ontwikkelen, de markt maken en dan gaat de cash wel komen. Maar het probleem is nu dat de cash te laat gaat komen, dat je dan al dood bent. Dus je moet dat model een beetje herdenken en moet denken aan manieren om nu toch cash binnen te krijgen. Dus start-ups staan voor die uitdaging om de verdienmodellen tijdelijk te herdenken. Echt wel. Ja, en op lange termijn ook wel te denken. Inderdaad, er komt een opmerking ook wel of een vraag wel binnen vanuit kijk. Ja, leningen, uitstel van betalingen, RSZ, BV, het blijven wel uitstellen. Op een gegeven moment moet je wel terugbetalen of een aantal zaken doen. Dus ja, is het geen uitstel van executie of Ja, hoe ben je daar voor een eigenlijk aantal mee om? mensen, ja, maar onvermijdelijk zal het voor een aantal mensen uitstel van de executie zijn. Maar het voordeel is, Allee, door de moet je executie uit te negatief doen. stellen, ja, dat is een lelijk woord, uitstel executie. Maar door de executie uit te stellen, kun je op het einde beter zien wie dat er eigenlijk mag overleven en wie niet. Dus de uitstel is zeer nuttig, voor alle duidelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die uitstel krijgt, het ook zal overleven. Dus dat is natuurlijk een probleem. Maar een van de dingen die je ook kunt doen en die op tafel zal komen,
voor hele sectoren is BTW natuurlijk. Hè. Zouden die kunnen zeggen van tijdelijk gaan we op een aantal dingen die BTW verminderen? Of bijvoorbeeld tijdelijk gaan we dingen fiscaal aftrekbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan heel de horeca en restaurants. Oké, we mogen met minder mensen in het restaurant. Maar zouden dan restaurants die mogen leveren aan bedrijven? Op bedrijfssite zelf. Hè? Als alternatief voorstuk. En zou dat voor bedrijven dan misschien niet meer aftrekbaar kunnen zijn dan het nu is? Ja, dus eigenlijk naar andere typen van steunmaatregelen kijken dan naar lastenverlagingen op arbeid. Maar eigenlijk om dat consumentenvertrouwen eigenlijk op te krikken en ook op die manier financieel te stimuleren. Voilà, dus stimuleer de consumptie van die producten die het meest onder druk staan. Hè? Door fiscale aftrekbaarheid en door een andere. Dus je organiseert als bedrijf een beetje anders en je maakt die producten en diensten die je dan levert fiscaal aftrekbaarder dan ze nu zijn. En dan gaat zien dat je toch die sector voor stuk ondersteunt. En dat zal leefzorg redden, dat zal werkgelegenheid redden. De mensen die aan die bedrijven leveren, hebben dan weer een beetje zuurstof. Die leveren aan de leveranciers, hebben weer een beetje zuurstof. Dus je redt geen ketting. Ja. Dus dat soort dingen zijn cruciaal. En ik zou ook aanmoedigen dat de sectororganisaties van dat soort sectoren daarover nadenken en naar de overheid stappen. En niet wachten, maar voorstellen formuleren. Creatieve voorstellen. Niet alleen zeggen van, geef mij geld, maar ook uitleggen van, kijk, als we dit doen, dat is wat effect kunnen zijn. Zoveel toegevoegde waarde, we gaan zoveel leefstijl gaan. Uiteindelijk heb je dan minder werkloosheid, dat is ook voor de overheid goed. Dus maak zo snel mogelijk je huiswerk, stap naar de overheid toe en werk samen met de overheid. Want de overheid doet echt al zijn best, we gaan een gigantisch begrotingstekort hebben, maar we willen niet gewoon geld strooien op een rots. Je wilt zoveel mogelijk je geld strooien. Op een goede manier. Op een goede manier. Hè. Je wilt doen op een manier die economisch leefstijl redt, die toegevoegde waarde redt, die de economie vooruit helpt. En de overheid weet dat natuurlijk niet altijd. Hè. Dus daarvoor is de creativiteit van de maatschappij, van de bedrijven, van de sectoren nodig. Dus het is belangrijk dat we dat ook effectief zoveel mogelijk en zo goed mogelijk doen. Hè. Dus daar zit er zeker een belang. Nu, wat betreft buitenland, denk ik ook van, we spreken veel over KMO's en lokaal, maar wat betreft buitenland, denk ik ook veel KMO's exporteren. Hè. Ja, het was vanmorgen nog op de radio, ja. Inderdaad, dat er dringend moet nagedacht worden over onze export en de manier waarop we daarmee omgaan, want dat dit nu voor veel belemmeringen zorgt in het erop starten, absoluut. Hè? Ja. Dit is echt een gigantisch probleem, want je kunt wel willen exporteren, maar je buitenlandse klant kan nog niet betalen. Of kan wel betalen, maar mag nog niet betalen, want zit in lockdown. Of je klant kan betalen, maar heb een bepaalde leverancier voor een grondstof die je nodig hebt, kan die leveren. Dus dat is echt een enorm probleem, dat die internationale kettingen uit elkaar vallen. Dus daar goed mee om te gaan. Dus het idee van we gaan deglobaliseren. Ja, maar laat ons niet de globalisering volledig opgeven, want globalisering is ook voor een stuk ons nodig, hè, voor België en onze redding. Maar dus als het daar dan over gaat, gaan we een stuk deglobaliseren? Natuurlijk. Hè. Elk land zal nu voorrang geven, de voorkeur geven aan het redden van zijn eigen weefsel. En dat is ook logisch. Het internationaal netwerk is uit elkaar gevallen. Social distancing gebeurt ook tussen landen. Dus dat betekent dat je niet anders kunt dan proberen eerst je eigen weefsel te redden. Dus er gaat niet eens af over voorkeur, dat is de enige mogelijkheid niet. Herlocalisatie van belang. En gaat dat zien op verschillende vlakken. Hij ziet dat nu sowieso al. Oké, dingen die strategisch belangrijk zijn. Mondmaskers en bepaalde voorraden van voedsel, bepaalde strategische grondstoffen, moeten we niet meer voorraden hebben. Ja, natuurlijk. Hè. Nu zien we de kwetsbaarheid van de globalisering, de kwetsbaarheid van just-in-time levering, de kwetsbaarheid van het idee van ik ga dat leveren, ik ga dat bestellen en dat komt dan binnen een week toe. Nee. Als de crisis is, heeft iedereen hetzelfde maat nodig en dan komt dat gewoon niet toe. Of krijg je iets voor de neus of is 2 maanden later. Dus dat moet gaan herlokaliseren. Of kan het misschien net een opportuniteit zijn? Hè? We zijn wel een land dat sterk ook is in die internationalisering in het... In het exporteren kan het net voor ons land een opportuniteit zijn om die positie wel in te nemen en niet alleen terug te plooien op ons. Ja, maar ik zeg niet dat we alleen moeten terugplooien, maar ik voorspel dat we gaan terugplooien. Voor een aantal mensen zijn er zeker opportuniteiten van exportmarkten, maar dat is, ik zou zeggen dat dat vooral op niet op korte, maar middellange termijn is. Want nu, de hele export is echt een probleem. Je kunt niet eens reizen naar de meeste landen. Dus als je een nieuw product dag zo'n opstart, moet je toch een keer je klant kunnen zien de eerste keer. Alles online is echt moeilijk. Hè?
Dus dat kan ook wel veranderen, maar dus, dat is nu echt moeilijk om dat gewoon. Er zijn vervliegen in vliegtuigen naar de meeste landen. Dus geraakt er niet, goederen geraakt er niet. Dus op termijn is dat zeker een opportuniteit, maar op korte termijn denk ik dat we een stukje gaan herlokaliseren. Dus dat is ook, als dat dan gaat over hoe ga ik de consument zijn vertrouwen herstellen. Ik denk dat de consument, als je een boodschap geeft, ik produceer, ik verkoop lokaal geproduceerde producten, dat dat meer dan ooit een verkoopsargument is. Vandaag. Omdat iedereen weet van, ja, iedereen heeft het moeilijk, alle bedrijven hebben het moeilijk. Je ziet dat nu al in de korte keten landbouw, dat veel meer mensen Ja, treffen bij de boeren, plekboerderijen zijn exact. verdubbeld. Je ziet dat ook, gaat dat ook zien in horeca en restaurants, maar ook in andere winkels, dat lokaal productie, dat weer voor een stuk terugkomt. Je kunt je ook afvragen, van moet je dat niet sowieso stimuleren? Hè? Denk nu aan heel de 3D-printing. We hebben gezien in Italië, was er een enorm probleem met die ventilatoren, die respiratoren, dat bepaalde onderdelen niet meer konden geleverd worden met China. En dan hebben ze wat mensen van FabLabs en universiteiten samengezet, die zijn bij hen 3D-printen. En dan hebben ze honderden van die dingen gerepareerd. Dan denkt hij eigenlijk achteraf, waarom doen we dat eigenlijk niet altijd al? Waarom bestellen we een nieuw ding of Ja, een ding dat uit noodbreekt wet China op een komt met een moment en contract is veel ja. goedkoper eigenlijk om te 3D. Dus dat leidt ook wel tot creativiteit. Dat kunnen we ook zeggen, oké, maar in Europa is het nu al zo dat iedereen voor bruingoed en witgoed moet zijn onderdelen 10 jaar beschikbaar stellen. Waarom zouden we niet zeggen, we maken één Europese website, vlot toegankelijk, goed gespecificeerd. En elk bedrijf die in Europa iets verkoopt, import of export, dat er cruciale onderdelen zijn, moet die beschikbaar stellen in 3D-formaat. Printbaar. En dan, wat gaan we doen? Oké, vanaf er iets kapot is, in plaats van, ik heb moeite zelf gehad, ik had een frigo, en het scharnier van mijn frigo was kapot, en ik ga naar die winkel, en die zegt, ja meneer, ja, die scharnier wordt niet meer gemaakt. Ik zeg, we wilden niet zeggen, ah ja, een nieuwe frigo moet kopen. Ik zeg, nu, je bent met mij aan het lachen. Nee, ja, een nieuwe frigo moet kopen. En ik heb dan uiteindelijk ergens in een tweedehandswinkel een andere frigo gevonden, en ik heb er dan een scharniertje van geweest en op mijn frigo gezet. Dan denk je van, hé, hoe dom zijn we bezig? Maar zo, stel nu dat je zegt van, regelgeving in Europa of België, alles dat verkocht in België, oké, onderdelen moeten lokaal beschikbaar zijn. Wat krijg je dan? Dan krijg je een hele lokale economie van drie, in elke stad een paar 3D-printshops en mensen die, als dit kapot is, bestellen gewoon, oké, ik heb dat onderdeel nodig, dat staat op de website bij je product duidelijk aangeven. Dat model wordt naar die mens doorgestuurd, hij print dat af en hij komt dat weer thuis installeren. En een heel stuk van je toegevoegde waarde aan je werkgelegenheid, van je internationale ketting, gebeurt lokaal. Dus dat is ook herlokalisering. En dat past in Dat is ook digitalisering. herlokaliseren. Gaat eerder naar een globaal netwerkrelatie, een ecosysteem op internationaal niveau, waarbij dat je lokaal gaat eigenlijk ondernemen en gaat produceren een stukje. Voilà. Waar dat vroeger veel dingen gewoon een product zijn, zitten we nu rond dat product een heel ecosysteem die het ook onderhoudt en herstelt. En dat is logischer ook voor duurzaamheid, maar ook logisch voor economische waarde. Dat ondersteunt de globalisering. Want het probleem is, globalisering is, het wordt gemaakt in China met heel veel vervuiling, het komt naar hier, en als het kapot is, smijt het weg en we laten het nieuw komen. Maar dat klopt op veel manieren niet. Je hebt te veel transport, maar ook de toegevoegde waarde zit te veel ergens anders. Waarom zouden we niet kunnen zeggen van, oké, we gaan dat op die manier doen. Ik denk dat er ook op tafel gaat komen, dat zal voor een aantal bedrijven zeer belangrijk zijn, is soms kunnen we niet concurreren door lage loonconcurrentie. Ja. Maar lage loonconcurrentie is niet alleen lage loonconcurrentie, is ook soms milieuconcurrentie. Dus we hebben sociale regels en milieuregels in Europa, en met name in België, die andere landen soms niet hebben. En dat betekent, daardoor krijg je offshoring. Krijg je producten of delen van producten die in het buitenland worden gemaakt, omdat ze daar kunnen lage loon betalen. Goedkoper gemaakt worden, ja, iets waar dat er de laatste jaren toch wel hard op ingezet is, maar waar dat ook soms bedrijven aan terugkomen, hè? Dus. Dat is mijn punt. Dus Ja. bedrijven komen daar soms van terug, maar ik denk wat Europa zal proberen te doen, of dat ligt toch op tafel, is een soort. Dus het idee is van, globalisering is goed, handel is goed, maar op dezelfde basis. Als wij dingen die te veel CO2 of te veel luchtvervuiling veroorzaken in China doen, ja, dat helpt ons niets, want dat is toch een globaal probleem. Dat is je eigen iets wijs maken. Dus moet je dan niet aan je grens zeggen van, oké, die dingen die in China of ergens anders gemaakt zijn met meer vervuiling dan dat wij het doen, moeten we daar geen vervuilingstaks doen. Like dat wij, we hebben een CO2-tax uiteindelijk. Hè. We hebben handel in CO2 voor heel de grote industriële spelers. Waarom zouden we niet hetzelfde doen voor geïmporteerde producten? Dat zou betekenen dat je uiteindelijk in je eigen markt een beetje bescherming krijgt en kans krijgt om dingen die milieubelastend zijn, meer lokaler te doen. Omdat wij het dan met grote kosten en meer filters en meer veiligheid moeten doen. Dus je krijgt reshoring.
En dat is hetgeen dat je naar verwees. Mensen komen Ja. daarvan terug. Dus ik denk dat er een golf komt van reshoring. En zal een aantal activiteiten gaan om te komen naar verdwijnen, maar een aantal anderen gaan terugkomen. En dat bedoel ik met globalisering, zal niet helemaal teruggedraaid worden, maar wel een beetje herzien worden. En we krijgen een herlokalisering of misschien eerder regionalisering. Een groot Europees blok. En binnen Europa gaan we zoveel mogelijk de vrijhandel weer herstellen, want die ligt nu ook stil. Je kunt niet naar Nederland. Hè. Ja, absoluut. Laat staan Hongarije of zo. Maar dat gaan we zeker weer herstellen. Maar misschien krijg je een groot Aziatisch blok rond China en een ander rond India. Een groot Amerikaans blok, een groot Zuid-Amerikaans blok, een Afrikaans blok en een Europees blok. En dat die heel open zijn onder elkaar, maar iets minder open tussen elkaar. En, dus ik Okay. denk dat we wel, dat we zoiets, dat we die kant een beetje op gaan, dat we die richting op gaan, denk ik. En is dat dan eigenlijk ook wel hetgeen, hè, de Veiligheidsraad communiceert over fasen en we kijken heel hard naar ons eigen land. Elk land kijkt nu naar zichzelf, hè, om uit een bepaalde, met een bepaalde strategie die ook van land tot land verschilt om uit die lockdown te geraken. Is dat dan eigenlijk wel de next step die nu wel cruciaal is om die ketting op gang te krijgen, dat er ook Ja. ja, mondiaal meer wordt gekeken? En daarbij horend een vraag die ook oppopt is van kijk, elk land heeft zijn eigen strategie bepaald. Dus een tweede vraag. Ja, hebben wij vanuit onze strategie, vanuit ons land, een bepaald imago schade geleden in het buitenland als het dan over consumentenvertrouwen gaat? Of hoe staan we in die kettingen? Dus misschien nog eens Ja. even op die twee vragen inzoomen. Zeker, zeker. Koen, ja. De eerste vraag, ik zal de laatste vraag eerst nemen. Dus heeft België Ja. schade geleden? Wel, België heeft misschien schade geleden door zijn eerlijkheid. Dus België is een van de enige landen die ook de doden in woonzorgcentra en vermoedelijke doden rapporteert. Als je kijkt naar excess mortality, dus het aantal doden dat je per dag en per week meer hebt dan dat je zou verwachten op historische cijfers, zie je dat hetgeen dat wij rapporteren precies gelijk is aan excess mortality. Als je kijkt naar andere landen, zie je dat die veel minder rapporteren dan echt. Dus, maar natuurlijk, daardoor zien we er slecht uit. Dus herinner je Heeft die het meer, slide die Trump toonde? Trump toonde zo'n slide, wij doen zo slecht niet per capita. Kijk, de grootste ja. is België. En dat was ook, dat was omdat we erin staat, al die oude mensen die doodgaan thuis en in woonzorgstand, dat zit niet in de cijfers. Hè. Dus, en in de UK ook niet, en in Nederland ook niet trouwens. En in Zweden ook niet. Dus ja, dan heb je goede cijfers, maar zijn we eigenlijk wel een beetje voor de zot aan het houden natuurlijk. Dus, maar hebben we daardoor schade gegeven? Ja. Dat, mensen, denk dat niet zo rationeel voor na zien, hoe België, daar zagen dan Italië, bij manier van spreken per capita, we gaan daar niet op vakantie. We gaan daar niet op toerisme. Dus ik denk dat dat voor de horeca en de hotels geen briljante zaak is. Langs de andere kant, moeten we daarom beginnen liegen? Dat is ook niet moeilijk. Dus de zaak zal zijn de reputatie zo snel mogelijk te herstellen. En daar Maar kunnen met we dat als brengt, ondernemer wel een rol in spelen, daar kunnen als we een enorme rol ondernemers. in spelen. Om duidelijk te maken van dat prima meevalt. En ook om duidelijk te maken, we hebben het aangepakt. Ons winkel, ons hotel, dingen doen dit en dat. Dat is wat we doen om u veilig te maken. Dat is belangrijk om vertrouwen te herstellen. Niet zeggen van, het is niet waar, maar zeggen van, ik pak het zo aan. Dit is wat we doen. Dat is wat vertrouwen geeft. Transparantie. Want dat brengt op uw vraag over coördinatie. Wel, coördinatie is een probleem geweest, maar je kon het waarschijnlijk niet oplossen. Want dat volgt het traject van het virus. Het virus gaat zijn gang. Dus waarom is het Ja. in Italië gekomen? Wel, als je gewoon kijkt naar de vliegtuigen, welk land is er via vliegtuigen het meest verbonden met China? Italië. Ja. En waarom komt het dan in Vlaanderen en in Brabant en Nederland en niet in andere delen? Wel, Vlaanderen en Brabant hadden vakantie en skivakantie in Italië net de week voor de lockdown. Dus met de ergste besmetting, maar niemand wist het nog. Of ze deden Ja, alsof het was in exact. elk geval. Ja. Terwijl de rest van Nederland, Noord-Nederland, veel vroeger vakantie had. En Zweden helemaal niet gaan skiën. Dus wat andere niveaus van initiële besmetting. Dus een andere epidemiologische logica. En dan heb je ander beleid. Ongecoördineerd beleid. Dus alle landen deden iets anders, maar het kon ook niet anders. Omdat in alle landen een andere Kon ook niet besmettingslogica anders, ja, exact. zat. Maar dat betekent wel, nu dat we langzaam met die besmettingslogica gaan raken, dat we nu wel moeten gaan coördineren. En zoals jij zei, Annelies, internationaal coördineren, om dingen internationaal weer aan elkaar te raken, moeten we dringend doen. Binnen Europa Vooral vanuit coördineren, die kettinggedachten, hè, vanuit die hier vanuit de sectorgedachten, vanuit die kettinggedachte. kettinggedachten. Die ketting weer aan de Ja. praat krijgen in België, Europees en ook wereldwijd, dat we niet zitten met een auto die de hele tijd schokt. Zo. Dat is het probleem. Hè. We rijden met een auto, stinkt maar zien auto, te veel shock en zo. Dat is wat je krijgt in de wereldeconomie. Alles schokt en dan moet die ketting weer aan de praat krijgen. Dat is echt heel, heel, heel belangrijk dat we dat zo snel en zo efficiënt mogelijk doen. Dus dat is nu de eerste opdracht. Ja.
Ja, inderdaad. Als we nog eens even, hè, dus we hebben die verschillende partijen dat hier vooral elk hun eigen rol gaan inspelen, komen toch wel wat vragen rond ja, de consument, hè, want dat is degene die eigenlijk ook wel ja, een stuk ja, de motor is van onze economie, of de motor nu niet, maar degene die hem ook wel ja, moet laten meedraaien. Gaat het consumentengedrag daarin ook wel veranderen? Gaan wij meegaan in het, ja, misschien hè, in horeca, misschien een beperktere kaart, het wachtrijen, musea, het anders gevoel van winkelen, het anders omgaan in onze maatschappij? We hebben daar eigenlijk ook allemaal een rol in te spelen. We hebben er allemaal een rol te spelen, maar dus, wat ik nu zie in winkelstraten, is dat overdag dat er geen kat is, behalve oude mensen en wat dametjes. En dan s'avonds en het weekend super druk. Maar als we natuurlijk onze werkdagen anders inrichten, dus ik denk dat waar we naartoe moeten gaan, is, en toch moet er in de winkel iemand zitten die daar heel dag niet veel staat te doen en dan 2 uur VV-werk heeft. Dus zouden we niet beter als maatschappij onze dag anders indelen? Dat mensen, ook mensen die administratief werk doen, shift. Ze moeten niet per se overdag werken. Of ze, laat mensen zelf beslissen en stuur dat zelf een beetje. Dat de vrije tijd die mensen is, meer geleidend is. En dat wil zeggen dat hij soms werkt terwijl je collega niet werkt. Want dat moet je overnemen s'avonds en zo, oké. Okay. Of s'morgens. Maar spreid dat meer over de dag, zodanig dat meer uren dat winkels open zijn, dat ze een beetje volk hebben. Niet niemand, maar dan iedereen op 2, 3 uur. Dus kunnen we als maatschappij dat spreiden? Dat we niet minder opbrengst of meer kosten hebben, maar dat we gewoon minder besmetting hebben. En sowieso heel die telewerking en die hele filosofie, dat staat al te duwen, hè? Dat komt eraan. En nu moeten we dat echt niet zeggen van dat is een goed idee, we moeten dat Flexibiliteit doorduwen. op de werkvloer. Ja. Ja, we moeten dat doorduwen, want dat is de enige manier die onze winkels en onze horeca zou kunnen redden, om dat op die manier te gaan aanpakken. Dus dat is echt zeer belangrijk, denk ik, om dat heel serieus te nemen. Ook wat je gaat krijgen is social distancing, is het nieuwe cool, hè? Dus een leuk mondmaskertje wordt een mode accessoire. En als je gaat in China of in Japan, als je daar gaat in de metro, is dat heel gewoon, hè? Iedereen loopt daar met zijn mondmaskertje. Het is daar super Ja. druk en ze hebben allemaal een dingetje aan. Dus ik denk, als dat virus onder ons blijft, dat niemand hoopt, hè? Maar als dat onder ons blijft, als dat een blijvertje, ja, dan wordt dat nieuwe normaal. Dan moeten we dat promoten. Maar dan kunnen we misschien als winkel een superleuk mondmaskertje aanbieden aan de klant als hij binnenkomt. Ja, inderdaad. Dat is dan eigenlijk, hè, want het komt wel terug. Ik zie heel wat uitdagingen, maar ook heel wat opportuniteiten voor ondernemers en ondernemerschap te stimuleren. Maar de vragen zijn er ook natuurlijk wel van, ja, als de wetgeving moet daarin meegaan, in flexibiliteit, in overbruggen, in een aantal steunmaatregelen. Dus ik zie, en dat is ook hoe dat wij dat hier ja, vanuit onze HR-rol ook wel ervaren, dat er wel een momentum ligt. Om ook naar die vrij klassieke arbeidswetgeving, die toch de laatste jaren niet zo heel veel veranderd is, om daar nu toch wel wat snelheid in te nemen en een aantal zaken door te drukken, die ondernemers echt wel helpen om de werkstelling te bevorderen Ja, en te kunnen ondernemen in deze gewijzigde omstandigheden. Hè? Want ja, nu zijn er vrij strikte uren, van daar toch wel wat ruimer mee om te gaan. Ik denk dat dat een van de. Als we de overheid tips zouden mogen geven, dat er toch wel één is van pak dat momentum absoluut. En ik mee zou het niet vast. tegen de overheid zeggen, ik zou het tegen de vakbond zeggen. Ik denk dat de vakbonden En ook van de vak, ja, klaar zijn dat is eentje die we nog niet om. gehad hebben vandaag. Ja. Ja, ik denk dat vakbonden nu wat klaar zijn om over na te denken. Zij zien ook wat er gebeurt. Ze zijn nu bezig met die contact tracing. Ze hebben zich daar volop op gesmeten. Allee, het is dan de CM, Klopt. maar niet de vakbond, maar gerelateerd aan die zuil. Dus ik denk dat we moeten samenzitten tussen bedrijven en dus werkgevers en werknemersorganisaties en zeggen van kijk, laat ons een keer een nieuw sociaal pact uittekenen. Waarbij dat we zeggen van we willen een flexibel systeem, maar de flexibiliteit is niet bedoeld om de werknemer in een meer precaire positie of slechte positie te brengen. Integendeel, het is bedoeld om veiliger te zijn. Veiliger te kunnen winkelen, veiliger te kunnen leven, hè? En soms ook uw work-life balance te verbeteren. Zoals ik al zei, Ja. ik vind dat persoonlijk preferabel. Ik lig liever, ik kan dat helaas niet, ik moest van de morgen om 8:30 lesgeven, want ik had om 8:00 een vergadering, maar als het van mij afhangt, ik tot 10 uur in mijn bed en ik raak tot 3 uur s'nachts. Waarom zou dat niet mogen eigenlijk? Het zou in feite meer gelukkig zijn. Maar dat kan niet, hè? Dat kan niet. Ja, dat kan wel, maar het is moeilijk in onze maatschappij. Maar andere mensen zijn misschien liever al om 5 uur bezig.
Van daar meer autonomie te leggen eigenlijk. Ja, leg daar meer autonomie en laat mensen zelf meer bepalen. Ook binnen bedrijven vereist niet, men prikkelt dat iedereen op hetzelfde moment bezig is. Maak gewoon dat er overlap is. Hè. Mensen moeten kunnen dingen doorgeven aan elkaar. Dus als ik al stop voor dat een ander bent, ja, dat is miserievraag. Dus maak dat er overlap is, maar organiseer handels je economie anders, zodat dat vloeiender, flexibeler verloopt. En ook voor de vakbond is dat een goede zaak. Dus ga naar de vakbond niet als dat is iets van loonkostverlaging. Ga niet naar de vakbond als dat is iets van dat we willen doordrukken omdat het niet ons kan. Nee, dat is iets wat het leven van werknemers uiteindelijk beter maakt. Dat vakbond zelf wil. Vakbond en bedrijven willen het alle twee. Dat is het verhaal. En we moeten niet naar de regering als werkgevers gaan aan bedrijven en dat gaan eisen. En ze gaan de vakbond doen niet mee. Nee, we moeten naar de vakbond gaan en ze overtuigen. Want ze zijn er klaar voor. Dat is wat er moet gebeuren. Dus de werkgevers en werknemers moeten gaan samenzitten. Moeten ze opzetten in een kasteel en ze moeten daar een week samen zitten en ze moeten daar gewoon een keer doorpraten. En wat willen we daar nu samen aan veranderen? En als ze samen iets voorstellen aan de regering, gaat de regering gewoon ondertekenen. Het probleem is gewoon, omdat ze altijd van twee kanten in omgekeerde richting aangetrokken. En dus besluiten ze ergens iets met een consensus. En dat als eerst een keer een nieuw sociaal pact maken, een nieuw consensus bereiken tussen de twee grote partijen. En dat is een oproep aan werkgevers en werknemersorganisaties. En dan kunnen de dingen echt doen kantelen. En dat is niet precies slechter. En dat is wat ik bedoel in het begin. Wij zijn corona, wij moeten veranderen. Dat is wat ik bedoel. We moeten dat systeem veranderen. Maar het is aan ons. Hè. De regering gaat niet doen voor ons. Nee, ik denk dat dat... Om dat zelf voor te stellen. En zelf uit te tekenen. En zo is het ook na Wereldoorlog 2 gebeurd. En zo is het in 81 gebeurd. De devaluatie. En zo gaat het ook nu moeten gebeuren. Het gaat niet van de regering komen. Het gaat van de sociale partners moeten komen. Dus laat ja, dat fantastische dan... woorden zijn, Koen, om, want onze tijd zit er hier bijna op om mee af te sluiten. inderdaad. Ik denk inderdaad dat dat de kanteling is van wat dat u in het begin ook zei. De verandering zit in ons. Als ondernemers is het nu inderdaad, we willen erop starten, we zijn aan het erop starten. De creativiteit, sectorplannen heb ik hier gehoord, de ketting vooral laten erleven, de ketting op sectorniveau, maar ook op regionaal en samenzitten. Iemand zei het hier, het is een beetje een paradox tussen voor onszelf een stukje, als onderneming een stukje zorgen en tegelijkertijd wel meer naar die totale samenwerking kijken. Maar ik onthoud vooral toch dat de ketting, het samenwerken, het samen ondernemen, iets waar dat we denk ik in Vlaanderen heel sterk in zijn, dat dat toch wel eigenlijk een key element is om hier verder in dat is het key te element. Komen. We moeten denken in termen van ecosysteem. Niet, ik bedoel dat niet milieu, maar ecosysteem van bedrijven. En als je exact. Alleen denkt aan jezelf en je maakt het ecosysteem kapot, dan gaat er nu niemand redden. Dan start heel het ecosysteem af. En dat is inderdaad die paradox waar die meneer over praat, of die mevrouw die vraag stelt. Dat is exact de paradox. Die balans. Exact. Ja. Exact. Maar ik denk dat het nu iets is, we praten er misschien al langer over, die ecosystemen, en dat we het nu misschien effectief ook wel concreter vorm gaan geven als de sleutel om duurzaam en lang nog te ondernemen. Oké. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Alice. Perfect. Oké, Koen, dankjewel voor dit boeiend uurtje. De rest, ik wens jullie nog een fijne dag op kantoor, of met veilig op kantoor, zou ik zeggen, of van in jullie kot. En jullie krijgen uiteraard de opname toegestuurd, maar er werd ook gevraagd naar jouw presentatie of jouw cijfers, Koen, dus dat sturen we zeker graag nog mee. Voilà, tot ziens en ik wens jullie een zonnige dag. Tot ziens, dankjewel. Tot ziens, dankjewel.